Met een getrokken pistool liepen ze op mij af. Dus ik stond helemaal wezenloos. Ik denk, fuck het, het gaat echt gebeuren. Ik had nooit gedacht dat ik ontvoerd zou worden. Nee. Ja, nou ja, ik word nu ook even stil. Van, ik, Soms op een dag denk je gewoon, ja, dit is mijn laatste dag. Ja. En, en Misschien gaan ze me vanavond uh, ja, onthoofden. Hoi, ik ben Iris Entoven En goed dat je luistert naar de podcast Held een eigen verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Groot of klein, en elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Deze week in de podcast Arjan Erkel, die een aantal jaar terug vertrok als hulpverlener voor Artsen zonder grenzen naar de Russische Deelrepubliek Dagestan. In conflictgebied wordt hij door vier gewapende mannen ontvoerd en vervolgens 607 dagen vastgehouden in een hok van drie vierkante meter. Vastgehouden door zwaar bewapende moslimrebellen met bivakmutsen en een periode van angst, wanhoop en eenzaamheid volgde. Maar, gelukkig kan hij dit navertellen, van na twintig maanden van gevangenschap, wat overigens op dat moment ook de hele wereld bezig hield, wordt Arjan vrijgelaten. Zijn bijzondere manier van overleven hield hem op de been en hij gebruikte zijn verhaal om mensen te informeren en te inspireren. En ik ben onwijs blij dat hij een podcast te gast is, dus dankjewel dat je er bent. Ja, leuk dat ik nog gekomen. Welkom. Um, hoe gaat het met je? Ja, goed. Mooi. Ja. Helemaal uit Rotterdam. Ja, valt mee toch? En het is altijd leuk om in Amsterdam uh, te zijn. Precies daarom. Ja. En ik vond jouw verhaal echt heel indrukwekkend. En ik vond het ook wel bizar dat ik dit voor mijn gevoel qua nieuws heb wel meegemaakt op jonge leeftijd. Maar nu echt toen ik er een beetje in dook, dat ik echt dacht van holy fuck. Ja, het is natuurlijk een heftig uh, verhaal. Ja. En, ja, ik heb het allemaal do doorleefd en soms ja, sta ik daar niet helemaal meer bij stil. Natuurlijk, wat voor indruk het. Ja, op andere mensen maakt. Ja, ja, exact. Je vertrekt voor Artsen zonder Grenzen naar Rusland. Uh, wat voor werk doe je op dat moment? Ja, ik was directeur bij Artsen zonder Grenzen. Uh, Artsen zonder Grenzen is een medische organisatie en die helpt vaak vluchtelingen of mensen die ja, geraakt zijn door een aardbeving of een vulkaanuitbarsting. Dus altijd medische hulp in conflictgebieden of in uh, ja, rampgebieden. Ja. ja. En welke conflicten zijn er op dat moment daar? Ja, in uh, Rusland was het conflict in Tsjechenië, dat lag naast Dagestan. En dat is een uh, ja, soort voorloper van ISIS, al echt, echt mannen met uh, baarden die, die een islamitische staat wilden oprichten. Ja. En daardoor werden ze platgebombardeerd door het Russische leger. En, en van de 1 miljoen mensen die in dat gebied woonden, waren er echt 100.000 al omgekomen. Hè? Dat zijn echt, uh, het ja. lijkt weinig, maar het is wel 10 procent. En 300.000 mensen op de vlucht, dus zonder Grenzen en andere hulporganisaties gaven hulp aan die mensen. Ja, en op dat moment was jij daar directeur? Ja. En wat waren daar een beetje de dagelijkse taken? Was je daar veel ook in het gebied of uh, meer op de achterhoede? Ja, ik ben nog meer op de achterhoede. Je hebt, je hebt medische mensen, je hebt logistieke mensen en ik ja, stuur het hele team aan. Dus uh, de financiën, logistiek, veiligheid, contacten met andere organisaties. Natuurlijk ja. ook af en toe naar ziekenhuizen, naar, naar vluchtelingenkampen. Ja. Dus uh, heel afwisselend. En uh, ja, ik ben zelf antropoloog, dus iemand die andere culturen leuk vindt. En bij arts zonder grenzen ja, kom je altijd in andere culturen. Dus dat was voor mij ook wel weer hartstikke gaaf om. En het stukje ja, het ontdekken van de wereld, maar ook het helpen van de mensen. Zijn er eigenlijk hulpverleners op dat moment ook bewust van de risico's die erbij komen kijken? Ja, zeker. Want in elk conflictgebied waar je naartoe gaat, krijg je natuurlijk een briefing van welke partijen zijn er? Wat is het gevaar? Ja. Uh, en hoe je je moet gedragen. Ja. Want, want je wil natuurlijk niet. Ja, of omkomen door een verdwaalde kogel of ontvoerd worden, ja. dat zijn natuurlijk altijd wel gevaarlijke gebieden. Ja, is het ook zo trouwens in rebellengebieden of in conflictgebieden, dat uh, organisaties als zonne grenzen of misschien Rooje Kruis daar een soort van een bepaalde respectcode naar is? Ja, vroeger wel, maar dat wordt steeds minder, helaas. Vroeger ja, probeerden ze die niet aan te raken, ook de rebellen niet. Want, want een rebel, als hij zijn pistool weglegt of zijn geweer weglegt, dan mag hij daar ook gewoon uh, medische hulp krijgen. Ja. Maar ja omdat het leger, de UN of, of een, bijvoorbeeld de NAVO, steeds vaker ook in dat soort gebieden gaat opereren, wordt het voor strijdende partijen soms ook wel moeilijk te onderscheiden van, is het nou echt wel een hulporganisatie of zijn ze een verlengstuk van een, ja, van ja. een CIA? Ja, van of een, een politieke agenda ja, die ja, daar precies. speelt. Ja. ja, dat lijkt me ook best wel lastig. Ja, gaat daarvoor natuurlijk... is het altijd heel, heel belangrijk om dat onderscheid uh, duidelijk te maken. Ja. Maar dat lukt niet altijd. Nee, precies. Want eigenlijk, die organisaties zijn volledig af, onafhankelijk ja. van, het, van het conflict wat er speelt. En medische zorg is gewoon prioriteit. En... Ja, precies. En ze helpen vaak ook aan twee, twee kanten. van de, hè, dus of, En aan de regeringspartij doen ze toch uh, ook goede dingen. En aan de rebellenkant. Ja. 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 Op een gegeven moment word jij in een auto getrokken op de te dag. Ja. Um, kan je ons meenemen naar dat moment? Ja, zeker. Ik, ik was wezen eten bij mijn vriendin en haar ouders. En om een uur of negen. Ja, werd het donker en wij wilden altijd voor het donker thuis zijn, omdat dat dan gewoon veiliger is. Dus ik had afscheid genomen en ik zei tot morgen. Eh, ik liep naar de auto toe en de chauffeur stond te wachten uh, en wij rijden weg. Op, op een gegeven moment komt er een andere auto dwars voor ons staan. Dus wij dachten, ja, wat gebeurt hier nu? En toen zag ik vier gasten ja, van achter die auto vandaan komen. Met een getrokken pistool liepen ze op mij af. Dus ik schrok me helemaal wezenloos. Ik denk, ja fuck, het it, uh, it gaat echt gebeuren. Ik had nooit gedacht dat ik ontvoerd zou worden. Nee. En toen ben ik maar gewoon uitgestapt om me over te geven met mijn handen in de lucht naar die mannen toe. En toen had ik er één niet gezien, die sloeg me neer van achter. En, en, en toen hebben ze me helemaal in elkaar geramd. Echt, echt. Ja, mijn vingers staan nog krom. Uh, Zo, bloeden. Ja. Ik, ik, ja, ik viel in het zand. En echt, ja, met honkbakknubbels, pistolen kwamen ze echt gewoon keihard op mijn hoofd in Maar echt specifiek op jou afgelopen. Dus dat ja. was eigenlijk met voorbedacht raden. Ja, ja dat ja. zeiden ze later van, jij bent de directeur. We, we denken dat jij het meeste geld gaat opleveren. Maar ik dacht daarvan, als je me ontvoert, waarvoor ga je me helemaal in elkaar slaan? Neem me gewoon mee. En, en, ja, en jij voel had je me eigenlijk af. al overgegeven. Ja, precies. Ja. Maar later zeiden ze, ja, we dachten dat je wegliep. Ik ja. zei, ja, ik liep echt gewoon naar jullie toe. Uh, en zo zie je maar dat communicatie soms niet helder is. Nee. Maar dat was even mijn... Uh, ja, ik dacht echt, ik ga dood. Ik was echt doodsbang. En toen, toen trokken ze me de auto in. En toen zetten ze me op de achterbank tussen twee mannen in. Echt heel krap. Toen kreeg ik een pistool zo, ja, echt op mijn hoofd hier. En, en een ander pistool hier. Dacht je op dat moment, dit is een ontvoering of dacht je, dit wordt een moord? Nee, ja, dat wist ik gewoon niet. Ik hoopte dat het een ontvoering was, want dan ja, ben je tenminste van waarde en dan, dan kan je het vaak wel overleven. Maar ja, stelt dat ze gewoon, ja, me wel zouden vermoorden, want het was zoveel geweld was erbij gekomen. Ik bloedde echt, ik, mijn hoofd werd op mijn knieën gedrukt. Yeah. Ja, en er viel gewoon ja, die, 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 die bloeddruppels die, die, die vielen gewoon tussen, me, tussen mijn schoenen. en... Ja. Ja, ik, ik hoopte maar dat het een, of een overval was... of, een, ja, of dat het ja. een ontvoering zou worden... maar niet dat ze me nee, af zouden knallen. En nee. welk moment realiseerde je dat het heel specifiek was? Ja, nou ja later in de, in, de, in de auto al... heb ja, nog niet. Want toen, toen zeiden ze: ja, hoeveel geld heb je bij je? Hoeveel geld ligt er op kantoor? Dus toen dacht ik, nou, misschien is het overval hè, van fijn. Dat is ja, binnenkort ja. afgelopen. Maar toen hebben ze me de auto uitgezet samen met twee van die mannen die erbij waren. Hè. En toen heb ik gevraagd: wat is het eigenlijk? Is het een waarschuwing dat, 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 dat ze arts zonder grenzen weg wilden sturen? Of is het een ontvoering? Ja, het is echt een ontvoering. Nou, ik zeg. Oh, ja, hoe lang gaat het duren? Ja, dat weten we niet. Uh, hoeveel geld ga je vragen? Ja, 12 miljoen. Ik zou ja. 12 miljoen, dan gaat het echt lang duren. Ik had wel eens gehoord dat je en, en verkracht kon worden... en oren ja, eraf gesneden ja. konden worden, vingers eraf... Kon, ja. ja, de horrorverhalen eigenlijk. Ja, ik ben je dus, dus, gekomen kijken. Dus ik, ik was echt doodsbang. Uh, ja. En, ja, dus ik kon gelukkig mijn tranen inhouden en ik, ik ben niet gaan smeken... maar dat was echt wel... Uh, het eerste wat ik wilde doen is, ik wil leven, ik wil leven natuurlijk. Ja. En, en uh, toen, heel raar, kwam er een, een, een discussie over dat losgeld. Want ik zei, 12 miljoen is veel te veel zei dus, ja, uh, waarom dan? Ik zei, nou ja, arts van de grenzen. Uh, vorig jaar is iemand gratis vrijgelaten door een andere rebellengroep. Nou, dat geloofden ze niet, maar toen begonnen ze toch te twijfelen en te vroegen ze aan mij: van, uh, ja, wat ben je dan waard? Ja, ja nou ja, uh, ja, toen heb ik maar één miljoen gezegd. Ja, ja. Weet ik veel. Je gaat niet je zo moet onder... iets zeggen, ja, ja. En ga niet 10.000 dollar zeggen, want dan, ja, die angst en... dat ze dan gelijk mijn keel doorsnijden, die. Ja. En toen vonden ze dat te weinig en toen vonden ze me gierig. En toen okay. hebben ze het op 5 miljoen gezet. Oké. Okay. Ja. Maar op dat moment dit, dit gesprek vindt wel plaats in de bus? Of vindt nee, was dat was dan... in de. Ja, ongeveer na 10 minuten net dat we uit waren gestapt en, en dat we ja. iets een heuvel op waren gelopen. Toen werd het motief eigenlijk redelijk ja, snel duidelijk. duidelijk. Ja, duidelijk. Ja, ik wilde ook gewoon weten ja, waar hij aan toe was. Ja, we ja. willen al heel veel mensen toch nu ook met, met deze tijd. We willen ja. ook gewoon weten wanneer is het afgelopen. Wanneer ja. kunnen we vaccineren? Ja, nou. precies. Gewoon een beetje perspectief. Al was ja. die perspectief natuurlijk verder te zoeken. Nee, ja, ja, ja. precies. Maar. Dan wist ik in ieder geval van oké, okay, ik ben geld waard. Ze gaan me niet uh, vermoorden. Nee, nee, dat weet je natuurlijk dan nog nooit. Maar... Nee, maar in ieder geval ja. pas als ik geen waarde meer heb. Ja, klopt. Ja. En op dat moment word je naar een uh, locatie gebracht. Hoe ziet dat Nee, je... Daar hebben we een week gezeten. Okay. Gewoon, ja, in de bergen. Uh, zonder veel water, zonder eten, zonder de, de toilet bijvoorbeeld. Ja, dus aan de ene kant angst hè, van van ben ik wel sterk genoeg? Kan ik dit overleven? Uh, hoe gaan mijn ouders ermee om? Maar toen na een week hebben ze me overhandigd aan, aan een groep echt rebellen... met, met die bivakmutsen op, met die baarden, met, met kalasnikovs. En die hadden nog hoger in de bergen... hadden ze onder de grond gewoon een huis uitgegraven... met, met twee kamers, één slaapkamer voor hun en een keukentje. En, en, en ja, ik, ik werd daar uh, naar binnen gebracht. En, uh, ja. Ja, dus ik stonk. Ik had de week niet gewassen. Ik moest altijd onder schot naar het toilet. Dat is gewoon echt vernederend. En, en toen zeiden ze, ja, je bent te vroeg. We hadden je nog niet willen ontvangen, want we hebben geen kamer voor je... Uh, dus ik moest bij hun op de kamer. Maar op de ja. kamer, hoe ziet die kamer eruit? Ja, kamer. Uh, dus onder de grond, ongeveer twee meter hoog. Helemaal afgezet met, met hout, zodat er geen grond naar binnen viel. Ze hadden zelfs een tapijt op de grond. Uh, elektriciteit alleen, er was geen generator, maar dus er stond een televisie, een video. Ja. Uh, ja. En, dan, en dan vier uh, slaapzakken op, op, op een rijtje waar die mannen in sliep. En die ja. moest dan in de, ja, in de hoek. Ja. En, en er was ook nog een keukentje, maar echt met, met, met wit en zwart zeil op de grond, een, een aanrecht, een gasfornuis. Ja, dit was echt nog een huis. Ja, maar ja. dan onder de grond. Ja, ja, maar dat was echt een schuilplaats waar zij dan uitrusten van de oorlog in Tetsjenië, zeiden zij. Ja. En er was dan ook nog een heel klein uh, hokje, dat was dan een toilet. Ja. Uh, met, een, met een douche. Toilet alleen om, om in te plassen, want uh, dat moest dan. Uh, Buiten anders ja. gaat stinken uh. en ja. dit was een soort van tussenplek, nee. Dat was daar, oh, dat heb was... ik dan 15 maanden gezeten. Okay. want um, to, ja, omdat ze zeiden: We hebben nog geen kamer voor jou. Zijn ze echt een kamer gaan graven? Maar oh. ik kan je je voorstellen als je buiten bent en die mannen gaan zeggen: We gaan een gat graven, hoe, hoe eng dat is? Ja. van van doodseng, ja. Eng. ja want en dan was... dat gat, wat ga... dan ja. stoppen ze Jou in dat gat, ja. ja, ja, En dat en dat werd echt. Ja, ja, hoe moet je dat zeggen? Een, een hok onder de grond afgezet met palen. Dus al, al die boomstammen zag je gewoon. Nou, dat was dan twee meter bij anderhalve meter. En, en 1,90 hoog. En ik ben zelf 1,90. Dus zat altijd met mijn hoofd tegen de, tegen de palen. Of tegen het plafond. Ja. En, ja en, en dat was gewoon. Toen ben ik echt helemaal ingestort en gaan huilen van ellende. Van, ja, nu zit ik in een gevangenis. Ik zie geen mensen meer. Uh, het lijkt op een graf. Ja. Uh, er kwamen allemaal torren. Dus ik was echt. Ja, zit man, die toren zitten te wachten tot ik dood ben en dan gaan ze me opeten. Zo'n gevoel had ik. Van, echt een nachtmerrie? Ja, echt. En, ja. En, en de eerste nacht, ik had dan één kaarsje, maar die pakten ze ja, net voordat zij gingen slapen af. Nou, en ik had echt onwijze klaustrofobie aanval van ja, onder de grond, donker, deur op slot. Ik, ik kon gewoon niet weg. Dus, dus ik wist helemaal niet dat ik het had, maar echt, echt, mijn keel klopte echt. Uh, of noem je dat een hart klopte in mijn keel. en... en, en en ja, mensen die dan kruisafie hebben, die gaan, gaan kort ademen geworden. Dus... Ja, en dat had je eigenlijk continu. Want je ja, ging daar niet uit, of? Nee, maar toen heb ik al mijn kaarsje gevraagd, ook s'nachts. En toen zeiden ze, nou oké. Okay als je ons huis niet in de fik steekt. Dus ze, zij waren ook bang voor mij. Hè. Dat had ik ook niet door. Ja. Maar zij dacht ook... er komt een soort James Bond binnen... die doet net of dat hij heel, heel rustig is... maar die gaat ons straks allemaal uitroeien. Ja. ja. En dan moest ik natuurlijk ook... Ja, ben ik helemaal niet. Nee, maar, maar wel aan wennen... dat je een soort van manier van communiceren... met elkaar moet gaan ja, krijgen. Ja, En dat ja. Ik, op, ja, ik moest werken aan veiligheid natuurlijk. Van, van dat zij me... Mij gingen vertrouwen dat zij mij als mens gingen behandelen. Ja. En dat was dat werd echt mijn missie: van ik moet contact krijgen met die gasten. Ja, communicatie. Ja. Werden er in die tijd veel ontvoeringen? Ja, er uh... waren wel meer mensen ontvoerd. Ja? En dat liep vaak wel goed af, maar het kon ook uh, slecht af, aflopen. En dan, okay. dan werd gewoon je hoofd eraf gesneden. En dat... en dat beeld werd dan gestuurd daar? Of, of... Ja, nee, dat, dat zetten ze dan op een paaltje ergens. Het is zo cru zeg maar. Ja, is, soms ja. denken wij heel erg van: oh, dit zijn echt films of dingen. Maar dan, dan realiseer ik me tegelijkertijd dat dit soort dingen nog nee, gebeuren echt gebeuren. Het en, gebeurt echt. Ja, nou ja, ik word nu ook even stil. Van die, Soms op een dag denk je gewoon: ja, dit is mijn laatste dag. Ja. En, en misschien gaat ze me vanavond uh, ja, onthoofden. En de ja. laatste dag van mijn leven heb ik hier onder de grond doorge, ja. doorgebracht. In een ja. hokje van drie vierkante meter. Ja, ja. ja. Zo, dan zit je daar en eigenlijk zie je dus continu donker. Nou ja, ja schemerdonker. Met, met dus je, je kaars. Ja. ja, maar je komt niet buiten. Nee, in het begin niet. Pas na drie maanden mocht ik ja, af en toe in de nacht een half uur naar buiten. Oké. Okay. Ja. Hoe was dat moment? Ja, dat was super eng. De eerste moment moet je je voorstellen. Ik werd nooit gestoord s'nachts. En op een gegeven moment zeiden ze van. Het contact werd wel wat beter, hè? Dus, dus ze, ze vertrouwden me iets meer. Toen zeiden ze ze heel gestresst naar binnen met met, met echt doorgeladen calasticos op me gericht. Ja, we gaan naar buiten. Ik zeg hoezo? Ja, we gaan je luchten. Dat heb je verdiend. Je hebt je netjes gedragen. En ik zeg wat gaan jullie <laughs> doen? Ik denk ja, ze gaan me doodschieten buiten. Ja, dat Als, goed, denk ik. een soort excuus. En, en ik, ja, ik verstijfde helemaal. Ik, ik, ik kreeg echt angst weet, onder mijn oksels. Want ik, ja, ik wil niet mee. Maar ja, zij zeiden ja, we gaan je echt niet vermoorden, want anders hadden we je al lang mee naar buiten genomen. Dus ik met die gasten mee. En vanaf dat moment mocht ik gewoon een half uur. Uh, Buiten was zo gaaf, ja, en, en, ja sterren kijken en, 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 en zuurstof inademen, dat was gewoon echt heerlijk en ja, heen en weer lopen. Ik kon natuurlijk altijd maar twee stappen heen en weer in mijn kamer, ja. echt ijsberen en en nu kon ik gewoon uh, ja tien stappen lopen. Ja, ja. En frisse lucht, en ja, een beetje vrijheid. Ja en gesprekken toch met die gasten aan. Ja en die sterren zijn ook mooi, ik weet niet. Of je, wel, of je wel sterren houdt, maar... Ja, onwijs. Ik uh, ben ja. echt heel erg van sterren. Kunnen is het is een mooie. En dan, en dan naar die satellieten kijken. Of je satellieten voorbij ziet. komen. Want het was daar midden in de bergen, in het donker. Dus je zag echt miljoenen, ja. miljoenen sterren. Dat was voor mij echt prachtig. Dat was echt een beetje een geluksmomentje van de dag. Ja. Ja, ja, ja. van de nacht eigenlijk. Ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja. En op dat moment zit je dus 15 maanden vast mm -hmm. op die plek. Um, hoe ga je een beetje zorgen dat de communicatie met die mannen beter wordt? Wat is daar ja. jouw doel? Ja, dat ging heel langzaam en heel voorzichtig toch aftassen. Uh, nou ja, zij waren natuurlijk radicale moslims, dus die hadden niks met ons Westen. Ik had niks met hun, hè, want uh, hun geloof is, is niet mijn geloof. Maar ja, ik, ik, ik realiseerde me, ja, het moet vanuit mij komen, want, want zij hebben er geen baat bij dat, dat, ja, dat ik... Uh, ja, ik kan alleen maar gevaar voor hun worden. Dus ik ben gewoon heel erg rustig uh, gedragen. Van als, als zij hun bivakmuts vergaten, zei ik, zet even je bivakmuts op als ze een pistool lieten slingen. Dus zei ik, even die uh, geweren in, in de gaten houden... om te laten zien dat ik in ieder geval te vertrouwen was... en, en, en geen gevaar voor hun opleverde. Maar ook wel gaan opvoeden van... van zeg eens alsjeblieft en dank je wel tegen mij. Um, ik ben bijnamen gaan verzinnen... Om, om het contact ook kleiner te maken. Hoefde ik geen meneer te zeggen of geen u te zeggen... Dus, dus maar echt goed gaan kijken, en dan niet de, de blonde de blond of de dikke de dikke of de, yeah. uh, de neus de neus, weet je wel. Maar yeah. uh, de slimste heb ik professor genoemd, uh, de baas-generaal, yeah. de aardigste heb ik het, het Caucasische Kruis genoemd, naar het Rode Kruis, maar die regio heet Caucasus, de sterkste tank. Ja. En ik had het bijna voor mezelf verzonnen: Baltimore. Dat was ja. de Sauzen van Calvé. Die waren daar, uh, dat op tafel. Ja. en. en uh, dus zo probeerde je een beetje een menselijke ja, samenleving van mini ja, mini-kosmos. Ja, ja. ja, zeker. En, en ging ze ook op hun gedrag daarbinnen beoordelen. Dus ze hadden, we hadden ook gewoon afspraken gemaakt aan het begin. Van, ze hadden gezegd: als jij je gedraagt, doen wij het ook. Je krijgt twee keer per dag. Ik had om tandpasta gevraagd, dat was ook heel eng in het begin. Ik had ja, acht dagen bij de eerste groep mijn tanden niet gepoetst. Ja. En ik. Ik kreeg van hun een, een emmer water toen ik bij hun binnenkwam, om, om, ja, omdat ik stonk. Ik had acht dagen niet gewassen. Maar ik wilde ook mijn tanden poetsen. Alleen, ja. ik was ook wel bang om, om tampassa te vragen aan vier gasten met kalasticofs die, die naar mij wezen. Maar ik denk, ja, als ik het niet vraag, gaan mijn tanden ook rot. Als ik het wel vraag, slaan ze misschien mijn tanden uit mijn mond. Ja. Dus heb ik het gevraagd. Ze zeiden dus gewoon, welk merk wil je? Oh. Ja, ik zei, Aquafresh. En, en dus zij zagen dat... Nou ja, ik had ook wittere tanden blijkbaar dan hun ja. uh, dan zij en en uh, zeiden ze zeiden nou ja, je mag twee keer per dag je tanden poetsen, drie keer per dag krijg je eten, uh, ja. dus, dus ik kom met hun systeem wel mee van van, nou ja, zij bidden vijf keer per dag, dus dan weet je hoe laat het is, dus die regelmaat was heel belangrijk. ja en en dan, nou ja, toch ook wel juist over politiek praten, juist over godsdienst praten, want zij wilden heel graag hun godsdienst. Uh, een ja. leer aan jou. Ja, opleggen. Ja. ja, ik had wel gezegd, nee, daar ga ik echt niet ja, overnemen. Vonden ze wel vervelend, maar ook wel weer stoer dat ik dat durfde te zeggen, dat ik zeg van, ja, ik, ja. ik ga niet uh, onderdrukken. Jullie godsdienst aannemen. Nee. Nee. En, en uh, ja, dus, maar ook over vrouwen, over auto's, over ja. ja, gewoon. Je kweekt ook een beetje een band op een gegeven moment. Hoe ja. Hard het en, is. en en ja, wat ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Waar ik dan een beetje trots op ben bij mezelf, is dat ik bij iedereen op een andere manier ben gaan behandelen, want Vaak proberen we hetzelfde trucje bij iedereen te herhalen. Maar ja. iedereen is anders, dus iedereen moet je ook op een andere manier bereiken. En Ja, ik had ook wel tijd natuurlijk om erover na te denken. Maar, ja. maar het is <laughs> me ook wel gelukt in die loop der tijd. Ja. En soms duurde het heel lang, maar op een gegeven moment mocht ik meekijken als ze gingen koken... Um, ze de televisie gekocht zijn, dus kom je ook op een vrijdagavond televisie kijken? Wat leuk, ja. Nou dus dan, dan viel zeg maar die, die narigheid die jij zeg maar in je hokje hebt. Ja, dan kon ik even eruit. Sommige kleine leuke momentjes ja, nou ja. en puur doordat jij communicatief gewoon echt een band met hun aan het ja, maken ja. Dus, was. dus ook geïnteresseerd zijn in hun van, ja. van Wat heb jij meegemaakt? Waarvoor ben je rebel geworden? Wat doet de godsdienst voor je? Ja. Uh, hoe heeft het je leven veranderd? Maar ook nou ja, heb je kinderen nou, niet. Iedereen wilde daarover praten, maar toch. Ja, het sociale babbelen. Ja. Maar ook empathie. Echt op, oprecht geïnteresseerd zijn. Hè. We, net we hadden het over, over die podcast. Je kan een podcast opnemen, maar je kan ook echt geïnteresseerd ja. zijn. Dat, is, dan, ja, dat hoort de luisteraar ook. Ja, zeker. Ja, en en ja, dat lukte me blijkbaar. Dat lukt, ja. Echt geïnteresseerd zijn. Wat goed. En um, um, Was je op die momenten ook. Hoe voelde je op dat moment? Was er veel angst ook nog voor wat er komen zou gaan? Ja, nou ja. Ik begreep wel dat, dat ik van hun, als ik me gedroeg, hoefde ik van hun niks te vrezen. Van, van raar gedrag. Niet dat ze opeens mij gingen verkrachten of in elkaar gingen slaan. Maar de, de onderhandelingen zouden kunnen mislukken. Uh, misschien zou het leger een inval doen. Dus er waren altijd wel momenten die gewoon mijn, ja, mij uit balans haalden. Ik probeerde te denken het gaat goed komen. Ja. Uh, en als ik dan een nachtmerrie had van dat ik daar begraven werd, ja, dan, ja, dan was de dag wel verziek natuurlijk. Of als ik mijn moeder miste. Ja. ja, dan kon ik ook uit balans raken. Of, ja. of uh, door kou, of dat toch iemand me ging afsnauwen. Of ja. uh, met kerst, geen kerst kunnen vieren. Um, verjaardag die ik miste. Dus er zijn, ja, ik vergelijk wel eens als iemand is overleden. Die komt te pas en te onpas, komt, komt die gedachte aan, aan die persoon uh, naar boven. Ja. En bij mij kwam natuurlijk ook te pas en te onpas de, het idee van, nou, misschien gaat het uh, wel verkeerd aflopen. Maar jij ja, had natuurlijk geen idee wat er in de buitenwereld gespeeld nee. Nee. nee, en dat is ook moeilijk, want ik weet niet hoe jij bent, maar soms uh, geef je een taak uit de handen en dan denk je, wat een prutser, had ik het zelf maar gedaan, toch? Yeah. Ja, En dan, ja, dat, moest ik, dat ja, ik moet ik herkennen. Dat deed ik ook wel eens natuurlijk. Yeah. Ik dacht, hoe moeilijk is het nou om mij vrij te krijgen? En schiet yeah. eens op, man. En dan kon ik me helemaal boos maken en gefrustreerd worden. Zijn ze nou niets aan het doen of zo? Ja. En, en, uh, ja of word je vergeten misschien? Ja. Nou ja, dat, dat waren de ergste momenten. Dat, dat ik me in de steek voelde gelaten. Ja, ja. Want er wordt niet onderhandeld over mij. Ja, of, of door klunzen of ja. door. Uh, ja. ja, en dan. Maar ja, dan kon ik het ook wel weer omdraaien. Ik ben heel goed geworden in, in negativiteit omdraaien in positiviteit. Ja. En dan dacht ik, nou, hij is wel zijn best aan het doen. En, en ja. hij wil natuurlijk zeker weten, hè, mijn directeur, die wil zeker weten dat ik terugkom. Hij wil zeker weten dat zijn geld goed besteed wordt. Ja. Dus, dus ja. ja. Maar ja. Maar het is wel inderdaad één groot vraagteken. Maar er zijn wel een aantal momenten dat je volgens mij een filmpje moet maken voor de buitenwereld. Ja, uh, ja. En geeft dat ook een beetje hoop? Dat Tuurlijk, ze er bezig uh, zijn? Ja, en dus de momenten dat ik een, een, een teken van leven mocht geven, dan, 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 dan leefde ik helemaal op. Dan dacht ik, ja, het gaat echt goed komen. En, en, en die directeur, die is toch een goede vent. Ja, die is en, bezig. Ja, en die ja. doet best. Maar dat tegenslag was ook weer keihard natuurlijk. Want dan, de eerste was opgenomen na vijf maanden. Ja. Dus toen zat ik al vijf maanden... Ja, Te hopen van uh, komt er iets. Nou, en dan, ja, het gaat, gaat gebeuren binnen een week of twee weken. Ga ik naar huis toe. Ja, nou, dan komt er dan, niks. Nee. En dan, nee, nou, en dan ja, gaat ook alle energie weer weg. Ja, dan, dan, dan zakt de moed weer in. Je ja, nou ja, ja, echt letterlijk. En maar ook, ja. En normaal ga je dan of, of naar vrienden of je gaat televisie kijken of, of weet ik veel. Je gaat aan de fles wodka openen. Maar ja. ik had natuurlijk. Helemaal niks. Nee, niemand ook om. om uh, nee. Ja, ja, dus ik heb ook wel geleerd. Ja, het, gelu ja het, klinkt zo het geluk uit de kleine dingen halen. Ja, ja. En uit jezelf ook natuurlijk. Ja. Ja. Ja, je eigen voorstellingsvermogen. van ja, Mooie dingen uit het verleden. Mooie dingen die, die ik in de toekomst weer ga doen. Uh, maar ook dankbaarheid. Wat je zegt, het geluk uit kleine dingen halen. Dankbaar dat dat nou ja, soms lekker eten is. Of soms uh, kreeg ik een ijsje van die gasten. Oh, ja. ja, nou, ik kreeg boeken. Het ja. nou, ja, waren nou, dus al... nog best wel soms uh, humaan tegen je. Ja, ja, ja. ja, ja, ja maar andere mensen zeggen dan, ja, maar ze hebben twintig maanden van je afgepakt en dan ga je blij zijn om een ijsje. Ja, ja maar ja, ze hadden het ook niet hoeven doen. Klopt. Uh, ja. Nou, en, en, ja. Hoe ja. gaan die momenten dat je dan zeg maar naar buiten wordt ge, ge- Want er zijn dan filmpjes gemaakt met jou met een krant met een datum, zoals ja. de buitenwereld. Want voor de mensen die dit misschien niet in het nieuws hebben gevolgd, het speelde enorm in, uh, in het nieuws en in de politiek natuurlijk, ja. waren ze er ja. druk mee bezig aan het onderhandelen. Um, dus die filmpjes komen opeens naar buiten, dat jij met een krant met de datum. Uh, wordt getoond dat je eigenlijk nog leeft. Ja. Um, hoe was dat moment dat je dat moest maken? Ja, de, nou, de eerste was, was uh, 24 januari, weet ik ook nog heel goed. Toen zei, dus ze, ja, er komt iemand een foto maken. Dus ik, ik had een enorme baard gekregen, want ja, ik mocht me niet scharen scheren en zij vonden baarden mooier, want echte ja. moslim heeft dan even een dikke baard. Ja. Toen had ik één mes gekregen om een, 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 een baard van vier maanden weg te, te scheren. Dus ja. ja, ik knapte er wel van op. Nou en en dan. Ja, Was wel super gaaf, gewoon van er komt eindelijk iemand een, ja, met een camera om een foto te maken, en ja, ik denk, nou, nu gaat het gebeuren. En ze konden ook nog wat vragen werden gesteld. Hè, van hoe heet de eerste hond van jullie, of hoe heet de Tandarts, zodat je zodat het allemaal heel echt was. Ja, zodat ja. ze ja, zeker wilden weten dat ik die antwoorden gaf, natuurlijk. En, ja. en dan denk ik ja. Arts zonder grenzen is echt super gave, goede organisatie... Ja, die zijn, de huis maar, gaat we eruit gaat halen. gaan redden. Ja, ze gaan ja. Me redden. Ja. ja, en dan, die mannen werden ook blij. Want in het begin dacht iedereen dat het twee maanden zou duren. Maar ja, okay. dus die zaten steeds langer en langer met mij opgescheept. Ja. Dus die dachten, ja, we gaan ook naar huis toe. Ja, maar zij zaten ook soort van eigenlijk... Uh, op die plekken waar ze niet weg konden. Nee, precies, want ze moesten mij in de gaten houden. Ja. En, en uh, ja... En dan is er even een paar dagen feest in, in mijn hoofd, ja, feest. In mijn ja. Ho ja. En dan denk ik, ja, gaat het goed komen? En ik ga, ja, zon, zonder, dat ik, zonder dat ze het weten, ga ik naar de voetbal toe. En dan, dan zijn mijn vrienden aan het voetballen. En dan sta ik daar bij, er bij. Ja. Heb je vaak nagedacht over dat moment dat je zou terugkomen? Ja, tuurlijk, is toch hartstikke gaaf. Ja. Van, ja, ook de 15 minutes of fame, want ik hoopte wel... Ik wist niks, hè, wat, wat, nee. wat er daar gebeurde. En jij zei het al, er was echt onwijs veel aandacht in de kranten. Ik denk, ja, dan... En dan droomde ik wel eens dat ik gewoon op, op Schiphol kwam... en dat er niemand stond te wachten. Oh, ja, en dan dacht yeah. oh, ik, hoop dat... dat ze wel staan te wachten. En op dat moment heb je natuurlijk ook niet helemaal niet door... dat jouw vader en je familie zo aan het vechten zijn nee, voor je. Nee, ik had helemaal niks... Dat nee. hoopte ik wel natuurlijk, maar... Ja. Want wat zijn zij op dat moment aan het doen? Ja... Uh, alles. Ze hadden alles uit de kast wat ze konden doen. Dus contact gelegd met, met, met de Balkanen, die was toen de minister-president, met de minister van Buitenlandse Zaken, met de Paus, met, met Gorbachev, dat is de oude leider van de Sovjet-Unie. Om gewoon maar mensen te mobiliseren dat, dat er iets gebeurde. Ja. Dat contact met Arts zonder Grenzen onderhouden. Um, ja de afwegingen van hoeveel aandacht moet er in de pers komen. Mm -hmm. Maar ook gewoon uh, ja, samen met Arts zonder de artsen Grenzen werken aan dat, dat heel veel regeringsleiders. Elke keer aan Poetin, hè, die is president van, van, van Rusland toen al... Van, dat hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. Uh, maar ook heel veel verdriet natuurlijk. Ze kregen ook uh, wel eens te horen... ja, er is een lijk gevonden. We moeten even de, de, de tandengegevens opvragen bij de tandarts. Ja, ja dus die hadden... Die hadden ja, veel die kon, angst en verdriet. Ja, die konden ja. geen vijf minuten niet aan mij denken, zeiden ja. ze na afloop. Ik, ik ben ooit een keer naar, naar ouders geweest... van iemand die ook ontvoerd waren. Nou, en toen zag ik die ellende waar die mensen in terecht waren gekomen van die onzekerheid ja. en, en, en die gingen steeds aan mij vragen van ja gaat onze zoon het uh, overleven ja. uh, wanneer komt hij terug ik zei ja weet ook niet uh, ja, hoe sterk was hij vroeger uh, maar ja die willen gewoon alleen maar horen van het komt goed het komt goed ja, ja. maar dat kan je niet zeggen op zo'n moment want jij was ook nog helemaal niet bewust van dat het in plaats van nee. die twee maanden uh, zo lang ging duren nee nee en het, nou ja er waren heel veel momenten van angst maar als zij gingen wel eens vechten dan, omdat het Russische leger te dichterbij kwam. Ja. Ja, vechten is wat overdreven, maar dan gingen ze wachtlopen en dan zouden ze in gevecht moeten gaan als die Russen te dichtbij kwamen. Nou, dat vertelden ze dan tegen mij. Nou, dan zat ik ook gewoon ja, te trillen van de zenuwen van ik hoop maar dat die gasten niet uh, binnenkomen onverwacht het Russische leger. Want die, ja, ik had ook een legerpak aan, ik had ook een baard. Ik ja. was ook op een van die rebellen. Dus, ja, dus hadden een... jou ook zo kunnen dan. Kunnen ja, doodschieten. Je, ja. Ja. ja, dus. dus ik hoop er altijd mm. als er maar geen uh, inval komt. Ja. Um, denk je op zo'n moment ooit nog van. Of denk je op zo'n moment dat het nog realistisch is om vrij te komen als het zo lang duurt? Nou ja, hoe langer het duurt, hoe, hoe, ja, hoe minder realistisch het wordt. Hè. Dus dat, dat, maar ja, dat, dat, dat was het moeilijke om, om zelf hoop te houden. Jij, jij noemde het al heel mooi wanhoop. Soms is het natuurlijk die wanhoop van: ik ga hier nooit weg. Uh, ik zie nooit meer mijn vriendinnetje. Ik zie nooit meer mijn vrienden. Ik zie mijn ouders niet meer. Ik, ik gewoon alles. Ja, zo oneerlijk. Ja, zo frustratie ja, ook. Ja, ja, ja ook, maar maar ook die onrechtvaardigheid van waar waarom ik? Waar, waar heb ik dit aan te danken, weet je? Ja, omdat zij dachten dat er een hele hoge prijs eigenlijk op ja, jouw uh, Ja, dat, maar ook stond. ik heb ik had best wel gewoon leven. Ik had het niet enorm, uh, enorme, weet je, het was was dan, is het dan karma of zo? of ja. heb ik dit verdiend? Ja, en dat jij jezelf gaat twijfelen. Ja, ja. ja. En en maar ook soms zeiden die gasten als schijntje ja was je maar getrouwd had je maar kinderen dan waren, waren ze veel harder voor je gaan vechten weet je wel. ja ja maar ja dat 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 helpt ook niet natuurlijk om, om ja, positief te blijven maar, nee. um, ja maar dat is ook wel interessant ik heb ja er zijn bijvoorbeeld nu met corona zijn heel veel mensen negatief en en, en ja. uh, maar ja, er zijn nog zoveel dingen die je wel kan doen hè. je kan ook gewoon weer nieuwe dingen Klopt. oppakken je hebt vaak tijd over en maar ja. ik, nou, ik ben ook gaan kijken van ja, uh, kan ik structuur in mijn leven aangeven? Hoe kan ja. ik? Ik ben op gaan drukken, gaan sporten. Ja. Um, in die kleine, in, ja, kleine, in die kleine hoek. Ja, ja. Mijn Russisch is vooruit gegaan. Ja, want dat hoe kon je met hun communiceren? Ja, ik sprak al wel redelijk Russisch, maar dat is ja. Heel snel gegaan. Toen. Ja. En, en ja. dat boek ook in het Russisch waren, ging mijn Russisch ook ook steeds beter worden. Ja. Maar ik ken Dat de... is wel fijn dat je kan communiceren. Het ja, lijkt me natuurlijk. zo moeilijk als je gewoon totaal niet. Nee, daar zit je langs elkaar heen te praten. Ja, dan wil en, en... je helemaal geen band creëren. Nee. En ik kende hun cultuur, dus ik moest ook niet huilen. Uh, dan moest zelfs een keer echt gaan boksen, want uh, heel, nu ook UFC-fighters en die MMA-fighters die komen heel veel uit staan. Die kunnen heel goed worstelen. Ja. Nou ja, en wilde ze eerst met mij worstelen, maar ja. Ja, ik kan Onze echt niet leuk, worstelen. leuk of zo. Ja. ja. En, en ik denk, dat nou, blijft van me af. Ja. En op een gegeven moment, ik had verteld dat ik op box had gezeten. wilde ze ook boksen. Ja. Nou ja, dat was, dat was ook wel... Ja, aan ja. de ene kant heel eng natuurlijk. Uh, ja, wie gaat met nou met, met de baas... Met z'n ja, ontvoerders boksen. <laughs> nee. Ja. Het nee. is eigenlijk nee. toch te bizar als je ja. erop nadenkt. Ja, Het is vooral een hele raar gedachte dat, dat, dat je dan daar komt en dan in zoveel angst zit. En uh, dat er een soort van kleine wereld daar eigenlijk gaat ontstaan. Want zij zitten er ook. En je bent met elkaar opgeschreven. Ja. Ja. Je, je, je gaat maar met elkaar dealen. Klopt. Nou ja, precies hoe jij het zegt. Jij, ja. je, je, je begrijpt het goed. Want ja, je bent er toch. Ja. Sommige mensen, ja, gelukkig ben ik extravert genoeg om, om dan contact ja. te maken. En een andere had misschien gekozen: ik ga eenzaam in het hoekje zitten. En dan ja, kom ik ook mijn tijd door. Ja, maar, maar je moet wel van. Wat jij precies zegt, van je probeert van negatief het beste. Daar gaat trouwens ook de, inderdaad deze hele podcast over. van Zelfs inderdaad op zo'n diep moment, wist jij dus ook nog wel van alle negatieve dingen het beste ervan te maken. En ja. heeft het zorgstructuur kleine contactmomenten, dat het gewoon net even wat draaglijker werd. Ja, precies. Ja. En, en nou, wel structuur, wel dankbaarheid hebben, uh, wel, wel visualiseren naar het verleden toe, hè, van, van waar, ja, wat voor mooie dingen had ik meegemaakt, ja. uh, vakanties, leuke vriendinnetjes, werk, maar ook de toekomst weer. Ik ga weer bij zonder grenzen werken, ik ga uh, weer voetballen, ik ga uh, mijn vriendinnetje weer zien en uh, leuke dingen doen. Ja, maar, ja, ja, ja gewoon dat, echt dat, toekomst. Ja. 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 Maar misschien dat dat je ook wel op de been hield. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik zeg, ik zeg altijd, iedereen kan denken. Mm -hmm. ja, dus iedereen kan in ieder geval positief denken. Ja, het is alleen ja. of je het wil. Ja, en of je dat kan vasthouden, dat je het ja. ook gaat, echt gaat voelen. Ja. Ja, maar het beginnen met zelf te denken positief, dat, dat zou iedereen moeten kunnen. Ja. Alleen, ja, hoe lang hou je het vol en kan je het omzetten dat je het ook gaat voelen, dat zijn stap 2 en 3. Ja. Maar beginnen in ieder geval eens met die, met die positieve gedachten. Ja, en op een gegeven moment... Um, wordt Er natuurlijk in de wereld heel veel onderhandeld en wordt er besloten om geld te gaan betalen voor ja. jouw vrijlating. Ja. Dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, omdat ze natuurlijk niet terrorisme willen belonen. Mm -hmm. Dat is ook eigenlijk de strijd die er natuurlijk de hele tijd wordt gevoerd. Toch? Want ze willen je natuurlijk jou vrij krijgen, maar mm -hmm. ze tegelijkertijd willen ze niet ervoor betalen. Klopt, want en wat je zegt, dan gaan ze terrorisme sponsoren, maar ook wordt er weer iemand ontvoerd. Ja, want ja. dan is het natuurlijk een trigger om het weer te doen ja. voor hun ja. Niks, Dat ja. is makkelijk geld ja. verdienen. Uh, maar ze besluiten om het wel te doen. Arts zonder grenzen leent een miljoen van de overheid. Ja, nou ja, ja dat, hoe dat precies is ja. gegaan is een beetje vaag. Maar er is, ja, werd om 1 miljoen gevraagd. En, en ja, de ambassadeur in, in Moskou die is naar de bank gegaan. Heeft 1 miljoen in een koffertje gedaan. En, ja. en meegegeven aan onderhandelaars. Ja. ja, en wist jij toen ook dat, zeker dat je vrij zou komen? Nee, um, nou, we waren wel eens verhuisd. En dan moest ik in het begin in, in kofferbakken liggen. En dat was altijd heel, heel spannend: van, gaan we wel echt verhuizen? En. en Waar komen we terecht? Ja. En blijf ik bij dezelfde groep of bij een nieuwe groep? Maar ik mocht altijd mijn spullen meenemen. Ik had een slaapzak en ik had een extra trainingspak. Maar nu zeiden ze de laatste keer: van... je mag niks meenemen. En je gaat naar een nieuwe groep. En dan moet je nog twee of drie maanden blijven. Maar ja, mijn energie was wel bijna op. Dus en, en ik was, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik was best wel goed geïntegreerd met die mannen in dat kleine micro kosmosplekje uh, ja. Dus ik was super, echt super bang om naar een nieuwe groep te gaan. Ik was echt als een klein kind wat niet niet uh, niet uitlogeren wil nee, zeg maar. of niet Ja, naar school wil. Mee, ja. ja. Nou ja, ze zeiden ja, nee, nee, het gaat echt binnenkort goed komen en we hebben afscheid genomen. Sommigen sommige hand gegeven, andere even zo'n zo Russische heuk, weet je wel. Ja. En en ja, toen werd ik in de kofferbak gelegd en en dat was echt ook ja, sp ja spannend is niet het goede woord, maar gewoon doods Dood, Angst. Ja, ja. eng van, van waar ga ik naartoe en hoe zien die gasten eruit? En gaan die me misschien wel verkrachten? Of zijn, er, zijn ja. het een stelletje randdebielen die, die aan de kook zitten of aan de heroïne? En, en ja. Was het ook een gebruikt bij de rebellen? Nee, helemaal oh. niet. Die waren juist heel netjes. Ja. ja. Omdat ze zo gelovig waren. Natuurlijk, ik denk ja. dat dat ook wel mijn redding is geweest. Dat, 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 dat het niet uit de hand liep. Nee. Nee, nee, dat nee, er precies. toch nog wel een soort van respect ook was. Ja. ja. ja, ja. En, en, en structuur en discipline. Ja. Nee, toen, zag ik twee, toen ik uit de kofferbak stapte, zag ik twee echt ongure types. Echt heel helemaal afgetraind van die ja, gezichten waar je ja, al die botten ziet uitsteken. omdat ze zo uh, ja. Ja, sportief zijn. En ik denk, oh jee, die gaan me. Ja, die durven hun gezichten te laten zien. En die gaan me misschien wel vermoorden. Maar die zeiden, ja, welkom thuis. Ik zeg, nou, hoezo? Hoe lang moet ik hier blijven? Nee, we hebben je bevrijd. Ik zeg, bevrijd? Ja, met een militaire actie. Ik zeg, nou, ik ben gewoon in de kofferbak gelegd. Ja, maar zo noemen we dat hier. En, uh, ja, en, en toen was ik vrij, maar ik geloofde er niks van. Ik, nee. ik had wel mijn paswoord bij me. Ja. Uh, maar ja, ik denk, ja, die zijn me gewoon uh, in de maling aan het nemen. En, en toen belde een Nederlandse, uh, noem dat, een, een diplomaat... En, en, en die zei ja Arjan ja, je bent vrij we hebben je vrij gekregen we gaan een vliegtuig sturen om je op te halen en uh, ik zeg echt ja en toen was ook nog eens Dat was echt mooi een soort ja wederopstanding van Jezus ja en, en ik, ik had er zo baard en ik kwam ook van onder de grond ja en uh, ja toen ging ik douchen en in bad voor het eerst in twintig twint, maanden wat ging er je om toen je dat telefoonnummer ja, diplomaat had ja, was het kwam dat realisatie snel nee nou, toen begon ik het wel te geloven. Maar, maar ja, ik was natuurlijk zo vaak teleurgesteld dat ik dacht van nou ja, straks wordt mijn auto naar het vliegveld te. Alsnog gaat, ja, ja, Of het vliegtuig wordt uit de, uit de lucht geschoten. Dus ik, ik was nog niet uh, euforisch van. van... Maar ik begon wel van. Hey, ik ga mijn moeder bellen, maar dat mocht niet. Ik mocht pas in Moskou. Een ja. paar uur later ja, al. Alle... Pas als je uit conflictgebied ja, was. Ja, ja. En, en ja, dus het was nog wel even afwachten. maar ja we gingen naar een hotel naar een soort basis van de veiligheidsdienst dus ja maar het dan weet is... je wel dat het al ja dat het goed, goed gaat is. komen ja. maar dan nog die die blijdschap pas denk ik in bad ik, zingen was altijd al een hobby tijdens ons ontvoering ja. geworden want ik ja om, om blij te worden ging ik heel veel zingen was was super gaaf ja kan je uh, ook zingen nou een beetje maar, beetje maar, maar ja, ja. <laughs> ja maar niet. nee gewoon ja om positief te blijven ging ik ja. liedjes uit mijn jeugd zingen ja

hij zei een van die bevrijders zei ja mijn moeder heeft een taart voor je gebakken. of het okay. waar is weet ik niet maar ja, ja. en, en dan kwam, toen pas in bad kwam dat realisatiemoment van ja van het is echt zo en ik ben weer schoon en een nieuwe start uh, ja, ja. En, en toen in het vliegtuig was het ook gaaf het... welke emoties kwamen we er dan bij vrij zo'n moment ja van ja opluchting natuurlijk ja. maar ook weer uh, blijdschap van van ik, mijn leven gaat weer door uh, en uh, ik ga mijn ouders zien ik ga mijn vriendinnetjes zien gewoon alle toekomstmuziek, hè. ze zeggen wel eens toekomstmuziek. Maar ja, ja. Dat, dat, dat zit dan gewoon in je, in je hoofd. Van, ja. Ja, mijn leven gaat weer door. En, uh, en, maar ook wel van, de, ik ben een winnaar. Ik heb, uh, ja, ik ik heb het heb, overleefd. Ik heb het overleefd, ik heb ja. het goed gedaan. Wist je op dat moment ook al dat er een miljoen euro was? Nee, 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 nee. Heb nee. ik wel in het vliegtuig gevraagd aan een van die mensen. En die zeiden, ja, dit is wel betaald, maar dat, dat wordt een soort geheim. En dat gaan we niet doorvertellen. Oké, okay, dat hoorde ik pas later, dat... later ja. Ja, ja. Ja, precies. En dan in het vliegtuig kom je aan... In Nederland. Het moment waar je, denk ik, al vaak ja, over hebt gedroomd, is ja, wel gewoon werkelijkheid. Uh, ja, was super ja. mooi. Mijn vader had me opgehaald, dus ze was een ander vliegtuig gestuurd. En, en had ik gevraagd: mag ik in een kamertje zitten, zodat ik in mijn eentje ben als mijn vader binnenkomt? En dat was echt mooi. Mijn vader kwam binnen en ja, ik zag dat het goed was en hij zag dat het goed was. En we hebben elkaar ja, om de hals gevlogen natuurlijk. Ja. En, en gehuild van Tranen, blijdschap. Ja, ja dat was echt mooi. En, en uh, ja, in het vliegtuig. Ik wilde heel graag naar Rotterdam vliegen, want ik was echt. Ja, nog meer Rotterdammer geworden ja. dan, dan ooit. En nou, we zijn gelukkig ook naar Rotterdam gevlogen. En er stond mijn moeder... Ja, heel, dus ik heb twee broers, en zus en, en moeder. Ja. En, en die, mijn moeder stond onderaan de trap allemaal. En ik, ja, ik, ik deed open en ik zag haar. En, en, en haar glimlach... Ja, echt zo gelukzalig... Hoe noem je dat? Gelukzaligmakende ja. glimlach. En haar armen, die, ja, die waren zo lang geworden. En die omhelzen mij. En, en dat is zo mooi om te zien. Van ja, we zijn weer bij elkaar en, en mijn zus sprong naar voren en mijn broers en, en, Vrienden, en is het ja. ook zo onwerkelijk. Ja, maar het is toch mooi want er zit iedereen op te wachten. Ja. En, en iedereen, ja, het liep goed af. Zij waren natuurlijk ook bang van. Er komt een, uh, ja misschien is die helemaal gek geworden van ellende of. Uh... Ja, want mentaal heb je ook wel een klap gekregen. Ja, natuurlijk. Maar ja. veel, ja, reuze mee allemaal. Ja. En en maar zij zagen natuurlijk ook nog ja op tegen het moment van, ja, straks komt hij terug maar is die mishandeld, is die helemaal gek geworden je gaat ja, ja, maar relatief natuurlijk is het verschrikkelijk maar relatief heb je dus nog uh, niet uh, ben je niet mishandeld nee alleen de eerste dag dus dat ja. uh, nee en natuurlijk het is wat je zegt mentale mishandeling ja, natuurlijk ja, want je ja. wordt van je vrijheid brood ja. maar Nee, maar het is niet dat elke dag verkracht werd of nee. vingers afgesneden. Nee, het is, nee. nee, maar klinkt zo stom. maar Dat is ook relativeren natuurlijk. Ja, je, je kan zeker. denken, ja, het, het is verschrikkelijk. Het was ook verschrikkelijk. Ik zou echt nooit, nooit nog een keer doen. Nee, Je zou ja. niemand gunnen. Nee, nee. Maar dat ook nog erger kunt. Ik had het boek gekregen en was, het ging over meisje. Er ja, werd ook helemaal mishandeld. Toen dacht ik, nou, ik heb echt geluk en dat meisje heeft het echt veel erger. Dus je kan ja. Ja, ook tijdens zo'n situatie blijkbaar denken. nou, Het valt, valt ook nog wel. Het is relatief. Ja, ja, ja het Klopt. is allemaal relatief. En um, um, hoe verwerk je zoiets? Kom je dan in een zwart gat terecht erna? Hoe werkt dat? Nee, ik Ja, vragen mensen wel meer. Maar ik, ik, uh, ik was super bekend geworden. Dus, dus dat was echt leuk, omdat mensen allemaal hadden meegeleefd, of heel veel mensen die ik dan tegenkwam, en die waren echt van. Uh, ja, van heel simpel. Van wil je een biertje, want je bent 20 uur ben afgevallen. Elf, ja. ja, of je bent een held of een potje bitterballen. Maar ook ja. vakantiehuizen die werden aangeboden. Maar ook gewoon mijn familie weer zien, mijn vriendinnetje weer zien. Ik kreeg ja, duizenden kaarten, echt nog uh, zonder adres erop. En die kwamen gewoon aan, bloemstukken van mensen. Dus die warmte was super gaaf. Ja, heel Nederland heeft natuurlijk meegegeven. Ja, ja, ja. Um, nou, je weet zeker. Op wie je kan bouwen. Hè. Dus de echte vrienden die overblijven. De, de, de familie die uh, nou echt en voor mij gezorgd heeft. Maar ook voor mijn ouders hebben gezorgd. Maar ook wild vreemde mensen die me niet kennen. Dus het goede in de mensen kwam ook allemaal naar boven. Ja. En, en voor mezelf. Ik, de eerste nacht dat ik ging slapen. Ik ging bij mijn zus in een kapelle slapen. Dan ging er een rilling door me heen. Echt zo'n. Ja, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven. Echt van mijn kruin tot aan mijn uh, voeten. En, en ik heb nooit meer nachtmerries gehad. Wel... Tot op de dag vandaag, elke, elke dag nog herinneringen eraan. Maar ik, ik, ik was naar een psychotherapeut gegaan, dag 2 of dag 3. En die zei: Ja, heel je leven zou je aan herinnerd worden. Het is zo'n intense tijd geweest. Uh, sommige mensen moeten altijd aan hun ja, specifieke vakantie in Hawaii denken. En elke verjaardag gaan ze het daarover hebben. Ja. Huh? En, en, Dat heb jij natuurlijk met je gijzeling. Uh, ja, ja, ja. ja, maar. Ja. Dus ik gebruik het nooit, bijna nooit in, in privé. Uh, Nee. dat gaan niet oma Arjan, die gaat weer eens vertellen <laughs> over, over zo, soms uh, zeg Rusland. ik wel eens voor de gein van Hij weet je ik ben ooit eens ontvoerd geweest als ik echt denk dit 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 maakt sens ja, ja. maar als iemand een sterfverhaal dat je ja, dan van of, ja oké okay, maar ik ben ontvoerd geweest <laughs> ja, dus. Ja, zo is, weet je. ja dus dan win je het toch ja, bijna dus altijd die... en en uh, maar ja, ja ik zeg altijd ik heb natuurlijk heel veel kracht bij mezelf ontdekt van van doorzetten van ja, contact veerkracht. maken veerkracht ook maar ja. ook gewoon uh, geduld allemaal dingen die ik... Ja, daar ontdekt heb of, of versterkt heb, en, en ik, ik zeg altijd: ik gebruik ze niet elke dag, hè, want dan zou ik altijd een, een soort op adrenaline moeten lopen. Maar ik weet wel dat ik ze heb, dus dat geeft ook heel veel rust voor mezelf. Ik hoef niet, weet ik veel met allemaal dingen bezig te zijn om mezelf te bewijzen. Want ik, nee. nou, ik, ik heb mezelf echt wel bewezen. En nou ja, ik heb psychische hulp gekregen. Uh, die houdt toch in de gaten van: heb je uh, nachtmerries? Of, of, of ben je bang op straat? Of, of ben je bang als je een man met een uh, baard ziet? Of, of dat soort dingen. Ben je nog bang? Nee, gelukkig ook, ook okay. niet. Nee, wel wat voorzichtiger. Hè, maar ik ben ook wat ouder. Ik heb kinderen gekregen. Um, maar ja, dus gelukkig heb ik dat, dat vlak. Ik ben wel wat ongeduldiger geworden. Weet je? Het is niet dat ik helemaal hetzelfde ben gebleven. Maar ik ben juist de positiviteit van: van ik heb die kracht, heb ik. Dus dat zet ik ook in, in mijn leven. Die vrijheid die ik heb. Ja. Iedereen heeft vrijheid van keuze. Nou, ik ook. En, en ik weet wat het is om, om geen vrijheid te ja. hebben. Dus ik ben veel meer uh, ondernemender geworden. Ja. Uh, veel, veel meer mijn kansen pakken. Dat is hartstikke leuk. Want weet je toen teruggegaan als directeur van Arts Zonder Grenzen? Nee, er was al heel veel ja, onvrede tussen mijn ouders en Arts Zonder Grenzen voorgevallen. Ja. Dat ik dacht, ja, ik ga niet mijn ouders in de steek laten. Nee, omdat nee. zij natuurlijk, het, uh, zij natuurlijk de Arts Zonder Grenzen meer deed. of... Ja, nou ja, dat is ja. een heel lang verhaal, maar ja. Uh, ja, ze waren gewoon niet tevreden en dat zou echt een teken van, van dat ik niet loyaal was aan mijn ouders zijn. Uh, als, okay. toen, als ik dan weer. De... Ja, terug ja dus dat kreeg ik ook nog even een Een, 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 een staartje. Ja, ja. ja. En, en ik had altijd gehoopt, ik ga weer bij Arts Zonder Grenzen werken. Dus was ook mijn ba baan kwijt en, en moest ja. opnieuw beginnen. Ja. Alles opnieuw? Ja. En wat ben je gaan doen? Ja, in het begin gewoon uh, relaxen. Ik ja, dacht ik ben je ga... bijkomen. Ja, ben je bijkomen? Mag ik wel in zo'n tijd? En toen dacht ik, ga of bij het Rode Kruis werken of bij de Verenigde ja. Naties. Maar toen, toen ben ik uh, met, een, met een ghostwriter begonnen aan een boek. Ja. Uh, want ik, nou, ik was niet gelijk een held naar mezelf toe. Ik dacht, ja, ik, ik heb nog nooit een boek geschreven, kan het helemaal niet. En, nee. Uh, ja, wel, wel dat er Marx voor was, dat begreep ja, ik wel. Mens ja, mensen wilden het verhaal natuurlijk ja. gewoon horen. Ja. 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 Maar toen schreef hij toch een ander boek dan dat ik er zelf van zou. Uh, Willen maken. Dat ja. heb ik gezegd, ga het wel alleen doen. En toch ging het hartstikke goed. Dus dat, daar ben ik een half jaar in zoet mee geweest. Ja. En toen kwamen er al allerlei aanvragen voor spreker. Uh, spreek, ja. uh, hoe noem je dat? de ja. ja Nou, dan vond ik in het begin wel, 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 wel grappig, maar ik had er nog niet echt een boodschap in zitten. En toen na verloop van tijd dacht ik, ja heel veel mensen houden zichzelf gevangen. Natuurlijk, door. Ja, of, of slecht over jezelf te denken, of, of jezelf niet goed te verzorgen... of, of hè, te lang in de verkeerde relatie zitten, verkeerde baan. Maar ook als je iets wel wil bereiken, gewoon te weinig doen. Of je ja. denkt van, ja, uh, kom morgen wel. En toen dacht ik, nou ja, ik, ik laat even zien hoe het allemaal wel kan. Ja. En, en dan werd het steeds leuker, dus dat is nog steeds mijn, mijn werk. Dus vrijheid als, als motor van vooruitgang. Ja. En dat je je eigen verantwoordelijkheid moet nemen van... Nou ja, wat doe je wel, wat doe je niet. En, ja, en denk ik, relevanter dan ooit natuurlijk nu. Heen. Ja, nu Dat zeker. Gewoon, ja, dus, uh, uh, ja, voor mij is het juist een goede tijd geweest, uh, financieel en, ja. en zakelijk. Ja, want nou, nu zie je weer die... die Beweging natuurlijk bij mensen. Sommige mensen kunnen er wel mee omgaan, die, die, die zijn uh, innovatief, creatief. En andere mensen, ja, die verpulveren helemaal en ja. weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dus en, dit is nu echt een situatie van omgaan, dat we even geen vrijheden hebben. Nee. Hoe ga je daar het beste mee om? Ja, en klopt. jouw advies is daarin wel het positieve ervan. Indien. Ja, positieve zoeken, maar ook ja, wat ga je weer doen in de toekomst? Wat, wat haal je uit het verleden? Maar ook even tijd van bezinning van hoe ga je ja, jezelf misschien opnieuw uitvinden? Wat? Ook zonder corona af en toe wel goed is. Ja. Um, nou ja, en, en blijf wel gewoon dankbaar voor wat er al wel is. Ja. Uh, blijf visualiseren naar de toekomst toe. Ja, visualiseren. Uh, ja. ja, en ook wel de, die, cirkel ja. Ja, is, de, de, die cirkel van invloed. Die cirkel van invloed heb ik niet zelf verzonnen. Maar dat, is, ja, dat komt gewoon uit een managementboek. Maar ik, ik geloof er nooit zo in, die managementboeken. Maar de, hè, in sommige boeken zit natuurlijk ook gewoon heel veel waarheid. Alleen wat is je de cirkel moet, van invloed? Nou ja, is dat je altijd invloed hebt op de omgeving waar je bent. Ja, en ook dat je die cirkel groter kan maken. En in mijn verhaal, in het begin had ik helemaal geen invloed, of dat dacht ik. Maar ik heb natuurlijk best veel invloed gekregen naar die ja. ontvoerders. Maar net zoals jij, je bent ook ergens begonnen en, en nu doe je heel ja. veel andere dingen. En heel veel mensen kunnen dat gewoon, maar er zijn ook mensen die, ja, die dat niet kunnen. Ja, en dat is een beetje een stukje vertrouwen ook in jezelf. Dat ja, je gewoon verder ja. moet gaan denken dan... Uh... Ja, als iets niet werkt, dan moet je het afscheid van nemen. Ja. Maar het is natuurlijk best eng om het... Om het het onbekende te omarmen. Ja, en ja. ik zeg altijd, nou ja, uh, je kan altijd terugvallen op, de, op je oude ik, maar probeer jezelf ook eens opnieuw uh, uit te vinden. Ja. Want heel veel mensen zijn bang voor de val, die er vaak toch niet is. En als je wel valt, dan kunnen de meeste mensen ook alweer opstaan uit ja. ellende of uit onzekerheid. Niet iedereen hoor, maar. Uh, en daar, daar, ja, daarvoor denk ik, ja, mijn verhaal is best mooi om, om. Om daar het in mee te inspireren, ja, ja zeker. Ja. Dat is zeker waar. En je doet natuurlijk, of je bent gestart met, met de stichting Free, ja, Girl. Free Girl. Ja, Girl. Ja, dat is ook uh, hartstikke gaaf. Ja. Um, die is misschien ook wel bekender qua naam bij mensen, maar wat, wat doet de stichting ja, precies? Ja, Free Girl die, die bevrijdt meisjes uit de seksindustrie. Minderjarige ja. meisjes die ook ontvoerd zijn of onder valse voorwenselen in bordelen terechtkomen of in, in hotels waar ze uitgebuit worden. Uh, die, 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 met met, met informanten zoeken we die op. En, en proberen we ze te overtuigen dat er echt een ander leven is. Dat er ook. Uh, mensen zijn die, die hun wel mee kunnen nemen en dan echt de, de industrie uit. Uh, ja. Dus we bevrijden meisjes en dan uh, door empowerment, door studie, door een baan te leren ja. uh, en, en ook wel gewoon te, terug te brengen naar huis, geven uh, ja. ze ook een tweede kans. Eigenlijk is dat ook weer dat stukje vrijheid opzoeken. Ja, ja, ja. Soort, we noemen onszelf nu ook freedom fighters. Want ja. We, we, ja, we zorgen toch voor vrijheid voor anderen. Ja. En, en, uh, ja, dus samen met Jolante Evelien, Roelof heb ik Jolante Cabau hebben we ja. dat op, opgericht. We hebben al meer dan uh, 4700 meisjes bevrijd. Ja, is ook, te gek. Toch? Ja, super gaaf. Echt een ja. tweede kans kunnen geven. Dat is echt mooi. Want ja, dat is mijn reden. Ik heb zelf vastgezeten. En, en ik weet hoe het is als, als, als je denkt dat niemand je helpt. En ik was zo blij dat er ja, bekende, maar ook onbekende mensen zich voor mij hebben ingezet. Ja. Dat had ik dacht. Nou ja, toen ik van die problematiek hoorde, er zijn 1 miljoen meisjes per jaar die verdwijnen over heel de wereld. En dan ingezet worden in, in de vieste bordelen. En, nou ja. Verschrikkelijk. Ja, echt, dat is echt verschrikkelijk. en dan, nou ja, Als ik daar van betekenis kan zijn. Ja. En, en, en dat gaat goed. Of ja, of nou ja, fijn, ja. Kijk, ik ben daar niet dagelijks mee bezig, maar er is een team van, van, van Free A Girl op kantoor. Uh, Evelien Hulske is, is de directeur. Die, nou, die zijn er gewoon dagelijks mee bezig. En, en ik, ik doe wat fundraising. En af ja. toe, en toe dat even discussie ik ben... aan met het team of, ja. of een... Sec ophalen dat ja. soort dingen, ja. ja. En als we aan de luisteraars nog een paar mooie boodschappen willen meegeven of jouw missie voor de toekomst, wat zou die dan zijn? Ja, nou ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om die lezingen te geven, workshops te geven, om mensen te stil te laten staan van wat halen zij uit hun leven. Dus gebruik je de potentie die in je zit en en durf je die op te zoeken. Dus durf je jezelf te overtreffen, durf je jezelf te verrassen. Want heel veel mensen. Uh, kunnen wel iets, maar het komt er niet altijd uit. Ja. En nou, als we met elkaar elkaar faciliteren of, of ons leven beter maken, zodat we allemaal kunnen floreren. Nou, dat is echt wel mijn missie. die, die vrijheid zoeken om te durven, de vrijheid zoeken om te doen. Uh, je kan af en toe op je bek gaan, maar je kan altijd weer opstaan. En dan opeens ja, wordt je leven gewoon mooier. En dan ja. wordt de wereld mooier. En dat is echt wel mijn. Uh, ja, hoe Mijn zeggen doel. ze dat tegenwoordig? Mijn doel. Ja, ja om, 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 eigenlijk jezelf een beetje te ontgijzelen. Ja, vrij te maken, ja. waardoor je beter gaat presteren. En dat mag je zelf kiezen op welk vlak. Hè. Wil je rijker worden of wil je beter geliefde worden? Of wil je, weet ik veel, de, de wereld ja. gaan helpen? Maar dat je in ieder geval de wensen die je hebt... ook echt daad, daadwerkelijk om gaat zetten in, in, in doelen en in resultaat. Ja. En in plaats van... Ja, ik kan het niet, of ik, uh, niemand ja. ziet me zitten, of uh, ik heb er te weinig voor gedaan. Dat je echt zelf de leiderschap neemt om, om jezelf te ontwikkelen. Om die knop om te zetten. Ik vind het echt hele mooie woorden. Nou, dank je wel. voor je tijd. Nee, graag dankjewel. gedaan. Dank je wel ja. voor de uitnodiging. Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.